Ja, en dat is dus de grote frustratie van heel veel partijen inmiddels. Dat de winnaar van de verkiezingen, waar eerst heel veel kritiek op was, die toch is gebleven, waar heel veel van partijen inmiddels van zeggen, nou ja, dan moet het maar, want mensen hebben op hem gestemd, dat die zelf nog met geen enkele richting komt van hoe nu verder. En dan heb je ook nog het CDA. Nou, Wopke Hoekstra die kwam vandaag met dit nieuwe inzicht. Nou, ik heb nogmaals bij de informateur aangegeven dat we als CDA, ook gegeven de verkiezingsuitslag, er echt constructief in zitten. We zitten daar echt constructief in. Dan zullen we ook constructief moeten kijken, constructief moeten overwegen wat er wel kan. Ja. Hij is in ieder geval constructief. Ja, dit is eigenlijk, zegt hij dit al sinds 17 maart. Maar dat is voor de anderen natuurlijk heel frustrerend. Want hij zegt ook niet wat hij wel wil. Nee. En het is wel een beetje het geval nu dat alle partijen van zichzelf dus vinden dat ze constructief zijn. Maar er gebeurt dus niks. En de positie van het CDA is nu wel interessant. Want er wordt dan gesproken over een minderheidskabinet. Ja. Dat een optie is. En dan is de vraag, komt die partij erbij? Maar die partij heeft eerst op 11 september nog een heel moeilijk congres. Die hebben natuurlijk ook allerlei interne problemen. Die raken nu een beetje ondergesneeld door het gedoe binnen die formatie. Mm-hmm. Maar dat bestaat natuurlijk allemaal nog wel. Pieter Omtzigt komt ook binnenkort weer terug in de politiek, denken we. Voor wie was dit nou het meest frustrerend? Ik denk vandaag voor Sigrid Kaag. Ja. Die was duidelijk het meest pist. Ja. Omdat zij haar plan nu ziet mislukken. En zij zegt, dat is omdat die anderen per se niet willen. Ja. Maar goed, je zei het inderdaad, zij wil ook niet met de ChristenUnie. Nee, want je hebt ook een reactie van Segers bij je? Ja, want dat is wel opvallend. Die was de enige die het woord minderheidskabinet gebruikte vandaag. Ja, ik zie mogelijkheden voor om nu door te gaan praten over een minderheidskabinet. En wat dan nu de weg voorwaarts is, is een voorkeur die ik vorige week al heb uitgesproken. Dat is een minderheidscoalitie. En dat moet niet te smal zijn samengesteld. Niet te weinig partijen hebben. Ja, en dit is heel interessant, want hij is dus voor een minderheidskabinet. Maar wel een minderheidskabinet waar hij dan zelf niet in zit. En dat laatste wat hij zegt, dat is dus een zo breed mogelijk minderheidskabinet. Dus met het CDA? Dus met het CDA, zodat hij met zijn 5 zetels een sleutelrol kan gaan spelen als gedoger. Dat wil hij. Dat wil de VVD misschien ook wel. Dat wil D66 misschien ook wel. En daar verzet D66 zich dus weer tegen. Dus die willen weer niet een 3-partijen-minderheidskabinet.